Hoi, ik heb een bestelling binnengekregen van AliExpress. 26 januari heb ik deze bestelling geplaatst. Ik heb 2 diamond paintings besteld, zal ik zo even laten zien. En ik heb dit vandaag ontvangen, 25 februari. Dus een maand vind ik eigenlijk wel heel erg snel. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ik had het eigenlijk nog lang niet verwacht. Ik denk van nou, het zou minimaal 1,5 maand tot 3 maanden duren, dacht ik. Want het is toch altijd gratis verzenden. Maar dit ging eigenlijk wel heel snel. Het knippen niet, zoals je ziet. Bij het bestellen heb ik natuurlijk opgelet op het bedrag van de producten. Want anders, als je bedrag over de 22 euro bij één verkoper uitkomt. En ik heb dit bij één verkoper gekocht. Ja, dan betaal je dus BTW. Dat is dan een percentage over de producten die je dus hebt besteld. Dus dan betaal je dus en het bedrag. Hè? Stel je koopt iets van 25 euro. Betaal je en die 25 euro. En je betaalt dan BTW. Dat heeft dus te maken... Als je producten uit een ander land koopt, buiten de EU, zoals AliExpress dus. Dus daar heb ik echt op gelet. Ik heb mijn bestelling dus onder het bedrag van 22 euro gehouden. En stel je koopt spulletjes bij één verkoper, bij bijvoorbeeld AliExpress. Tussen de 22 euro en even nadenken 150 euro, dan betaal je dus en BTW. En je betaalt dan dus ook nog invoerrechten. Daarbovenop. Nou, dus dat zijn dan dingen waar je wel op moet letten als je dus diamond paintings, maar ook gewoon andere producten koopt bij een webshop buiten de EU. Want dan zou het zonde zijn, stel je hebt 3 paintings gekocht en je denkt, wow, 25 euro, lekker goedkoop. Maar wanneer de paintings dan worden bezorgd, dan moet je in één keer inklaringskosten betalen over het bedrag wat je al betaald hebt. Ja, inklaringskosten, dat zijn dus de invoerrechten, de kosten en de btw-kosten. En het kan ook de kosten zijn voor het controleren en openen dus van je pakketje. Dus daar heb ik dan dus op gelet. Ik heb 2 paintings. Nou, ik ga even een beetje kijken of het allemaal klopt. Volgens mij heb ik allemaal... vierkante steentjes gekozen, want dat zijn dat is ook altijd wel iets waar je goed op moet letten. Je kan ronde steentjes kopen en die zijn veel goedkoper, maar ik vind de paintings dan ook altijd wat minder mooi, wat minder scherper uitzien. Dus ik heb bij het zoeken van de paintings echt steeds opgelet voor squares, zo wordt dat dan genoemd in het Engels, de vierkantjes in plaats van rounded. En ook hier vierkante steentjes heb ik besteld in plaats van dus de rounded. En ik heb ook opgelet of ze full art zijn en niet partial art. Full art, dan ben je dus de hele painting aan het beplakken. Als daar staat partial, dan weet je dat je bijvoorbeeld alleen wat ronde... meestal zijn het dan ronde steentjes plakt op het plaatje. Nou, even kijken. Allebei de paintings zijn 30x30. En even spieken op mijn lijstje. De painting van de prinses. Ik zal hem zo openmaken en aan jullie laten zien. Deze kostte 6,06 euro voor 30x30. En de painting van de kaboutertjes die kostte 6,41 euro voor 30x30. En ook daarbij de prijs verschilt dus per formaat. Nou, ik krijg dus hier een bakje, een schutbakje, een hele handige. Want die heeft hier zeg maar zo'n trechtervorm. Dus dat vind ik altijd wel veel handiger. Ik heb een pen met een grip. Ik zal even zo laten zien. Dus wat dat betreft vind ik wel dat ik veel heb gekregen. Waar ik ook wel wat aan heb. Dus niet alleen maar een pen en zo'n groen schutbakje. Maar ik heb een pen met grip. Wat altijd wel erg fijn voelt in je handen. En een multitool van, ik geloof, 4. Ik zit even te kijken of ik hier in het rondje... Nou, ik zie hier geen aantal op. Maar als ik het zo een beetje gok, is dit een multitool waar 4 squares in kunnen. En hier heb ik een multitool van... En ik zie ook hier geen getal op, maar ik gok 12. Nee, ik zie hier geen getal op, maar ik denk dat dit dus 12 is. Dus dan kan ik er 4 tegelijk plakken, 12 tegelijk plakken. En ik krijg zelfs een pincetje voor het rechtleggen van de steentjes in mijn bakje. Altijd erg prettig, maar ook als ik dus niet zo netjes heb geplakt, kan ik hem hiermee eraf halen of proberen recht te plaatsen. En hier zit ook weer, ja, dit is precies hetzelfde pen... Grip, bakje, nou prima zo. Oké, de steentjes had ik al gezegd. Dat zijn vierkante steentjes. En laten we dan één zo'n painting bekijken. Nou, dit komt heel fijn aan in een rol met piepschuim er zelfs in. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel erg prettig. In het begin kreeg ik altijd de paintings vanuit AliExpress een beetje gevouwen.
En niet zo netjes opgerold. Ja, en daardoor kreeg je dus van die vouwen erin die gewoon niet lekker konden plakken. En daar maakte ik laatst ook al een opmerking over in een van mijn video's. Maar deze komt dus wel ook van een verkoper via AliExpress, maar wel netjes opgerold in zo'n over zo'n piepschuimrol. Even kijken. Ik hoop dat dit goed gaat. Zo. Nou, dit is mijn prinses. Leek me wel een hele mooie painting. Even kijken of ik zo iets aan jullie kan laten zien. Ik zal straks nog eventjes opzoeken waar naar de link van deze painting waarmee ik het heb gekocht. En dan plaats ik de link even hieronder bij de beschrijving van de video. Nou ja, hij wil niet loslaten. Zo. Ik zie wel hele vreemde symbolen er ook echt tussen zitten. Er zijn letters. Een paar cijfers. Ai. Nou, het laten zien aan jullie is een beetje erg lastig. Want hij is dus al verdeeld in drie delen, zoals je kan zien. Dit is het plaatje. Nou, ik denk dat jullie toch op zullen moeten wachten totdat ik deze painting ga maken. Nee, ik kan dit niet. Jammer, ik had het graag aan jullie willen laten zien. Ik vond het plaatje vond ik wel hartstikke mooi. Die kan ik wel aan jullie laten zien. Even een beetje inzoomen zelfs, zodat je het wat beter kan zien. Kijk, zo. Leek echt op, deed me heel erg denken aan een sprookje. Dus vandaar dat ik deze dan dus wilde. En nou, hier dan laat ik dit ook maar gewoon zo zien. Anders dan gaat dat misschien weer mis. Zo, dit zijn de drie kaboutertjes. En ik vond ze echt heel erg schattig. En ik wilde ze eigenlijk voor Valentijnsdag. Maar ja goed, ik wist natuurlijk ook wel dat dat echt nooit op tijd binnen zou komen voor Valentijnsdag. Maar ik zocht dus kaboutertjes met hartje. En dat leek me, met hartjes. En dat leek me dus wel heel erg leuk. Ook die krijgen jullie dan te zien wanneer ik de painting ga maken. Nou. Ik hoop dat jullie de paintings leuk vonden om te zien die ik heb besteld. En dus binnenkort zal gaan maken. En dat jullie wat hebben aan de tips als je dus diamond paintings gaat kopen bij webshops. Die heel goedkoop zijn, maar wel in het buitenland zijn. Zodat je weet waar je rekening mee moet houden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doepa doe!